Wat is er nou mooier dan strijden om het kampioenschap in een spannende competitie? De jongens van Bikwik A3 hadden er zin in. Maar gaandeweg het seizoen trokken zich steeds meer clubs terug en nu zijn ze nog maar met 4 over. Zonde voor de spanning, het plezier en de contributie. Tijd voor een knuffel. Nick de Vries, aanvoerder van Bikwik A3. Jullie zaten in een competitie met 12 teams en nu nog maar 4. Hoe kan dat? Om een of andere reden die mij nog steeds onbekend is, hebben ze zich allemaal teruggetrokken. En zodoende zitten we nog met 4 teams in de competitie. Maar dat is toch eigenlijk geen competitie meer? Nee, dat zou je inderdaad zeggen van niet. Maar de KNVB heeft het zo gedaan dat nu spelen wij een dubbele competitie. Dat betekent dat je 4 keer tegen elke tegenstander moet. Dus dan ken je je tegenstander door en door? Dat is het leuke. Dan kun je juist daarop inspelen en dan kun je daar je tactiek op afstellen. En lukt dat een beetje? Jawel, dat lukt wel. Wij boeken goede resultaten. Maar is het niet hartstikke demotiverend voor het team? In zeer zekere zin is dat wel demotiverend. Want aan de ene kant, je begint de competitie met 12 teams. En team na team, dat gaat uit de competitie. En de punten die je tegen dat team behaald hebt, die gaan dan ook weg. Maar als je gewoon de teamspirit erin houdt, dan blijf je iedereen wel gemotiveerd houden. Om gewoon de wedstrijden alsnog te spelen. En hoe motiveren jullie elkaar dan? Door bijvoorbeeld de teamavond te houden en dan doe je bijvoorbeeld een stukje teambuilding. Ga je met z'n allen daarna nog de stad in om gewoon even met z'n allen een beetje bij te kletsen en de teamband te versterken. Hebben jullie er ooit aan gedacht om te stoppen? Dat is wel eens bij ons opgekomen, ja. Maar dan, meestal was er één iemand die zei nee, we gaan gewoon door en we gaan voor het kampioenschap. En kunnen jullie een beetje kampioen worden van die 4? Theoretisch is alles nog mogelijk, ja. We kunnen nog bovenaan eindigen. En ze zeggen altijd de eerste 5 promoveren, dus promoveren doen we sowieso. Er zitten dan nog maar 3 andere teams bij Bikwik A3 in de competitie. Maar hopelijk helpt onze oogsportknuffel om het kampioenschap te veroveren. Deze is voor jou. Nou, hartelijk bedankt. En dankzij deze beer hebben we het kampioenschap alvast in de tas zitten. En natuurlijk verdien je ook nog een knuffel van mij. Met de knuffel voor Bikwik A3-speler Nick de Vries zijn we aan het einde gekomen van Oogsport. Maar niet getreurd, want maandag zijn we er gewoon weer.